Dat is 2.500. Gaan we door met de hotels. Vanochtend heb jij in je eentje al de Baroness gedaan. Ja. Wat was het totale bedrag van die inkomen? Kom ik uit 15.595 euro. En dan tot slot, de inboedel in dit hotel? 200, wandelussers 300, 150. Last but not least, deze rakker? Ja. 2500 euro. Je brengt het totaal van de gehele boedel, dus het woonhuis en twee hotels, op dit in dit hotel. Lekker. Zijn Lorenzo en Gaston nog miljonair? Kortom, hoeveel zijn ze waard? Dat is een bijeffect. Als wij jullie vorig jaar in dit programma hadden gehad als gast, dan hadden we de bedragen er totaal anders uitgezien. Maar wij treffen jullie vandaag in het hoofd van de storm, zeg maar, midden in de coronacrisis. En zo zit het programma in elkaar. Hoeveel ben je vandaag waard? Waarschijnlijk vandaag nog iets beter dan morgen. Ja. Oscar, ga je gang. Ja, we beginnen bij betaalrekeningen. Zowel zakelijk als privé, want alles bij jullie loopt ook nog elkaar. Een totaalbedrag van 5.781 euro. Nou, dat valt mee. Ik had het erg verwacht. Gaan we naar de spaarrekening? Dat is denk ik geen moeilijk cijfer. Dat is nog meer. Ja, 0 hele euro. Daarnaast hebben jullie schulden. Ook daar zowel zakelijk als privé weer bij elkaar. Een totaalbedrag van 578.597 euro in totaal. Nou, valt nog steeds mee. Ja. Iets meer dan 500.000. Ja. Maar je ziet